Op het eerste gezicht lijkt het zomaar een mooie zomerse dag in Budel. Maar de werkelijkheid is anders. Het dorp wordt namelijk overspoeld met vluchtelingen. En dat is hier het gesprek van de dag. Twan is op zijn fiets gestapt. Ik zeg, het is niet van mij die fiets. Van wie dan? Van mijn vader. Oké, Twan is op zijn vaders fiets gestapt. Om zijn onvrede met ons te delen over de komst van de asielzoekers. Hoi Twan. Goedemiddag. In hoeverre heb jij last van de asielzoekers? Ik heb daar geen last van. Het is alleen uit frustratie. Ik heb er helemaal niets op tegen. Maar je vindt het wel te veel? Ja, te veel. Maar je hebt er niets op tegen? Nee, ik heb er niets op tegen. Maar je vindt ze mogen er wel zijn. Maar je vindt het wel te veel? Ik vind het te veel voor hier in de omgeving, ja. Jij zegt ik heb er niets op tegen, maar ik vind het wel te veel. Ja, dat rijmt niet echt met elkaar, hè? Want dan heb je er wel iets op tegen. Ja. De voorspelbare negatieve geluiden over de stroom van asielzoekers zijn in Budel niet gering. De geblondeerde plattelandsmeisjes voelen zich dan ook niet geroepen om een handje te helpen. Ze kijken je aan, ze zitten je helemaal aan te gapen. En ik denk van ja, ze kijken nog net de kleren niet van je lijf af. Maar ja, die zijn natuurlijk ook wel even van huis, hè? Ja, dat klopt. Misschien dat je ze op die manier kan helpen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Zit er hoop stress? Ja, dat weet ik niet of ze een hoop stress hebben. Waar jij misschien wel weg zou kunnen nemen. Ja, dat weet ik niet of ze een hoop stress hebben. Op een bepaalde manier. Dat zou ik best willen doen. Daar zou ik ook voor openstaan. Ja? Ja. Maar dan bedoel ik ook wel seksuele handelingen? Nee, hè? Absoluut niet. Oh. Absoluut niet. Oh. Nee. Dat gaat voor mij niet in. Nee. Zo'n sociaal hart heb je nu ook weer niet. Nee. En daar waar je zou verwachten dat er nog flink wat trauma's te verwerken zijn, is de stemming onder de asielzoekers hier in Budel, vreemd genoeg, opperbest. En dan ziet Twan ineens een paar asielzoekers met een telefoon. Een doorn in het oog. Ja, allemaal een nieuwe iPhone, hè? Wat zei je? Zeg allemaal een nieuwe iPhone, een nieuwe telefoon. Hoe komen ze daaraan? Kopen. En hoe komen ze aan dat geld? Krijgen geld van meteen als ze binnenkomen. Hoeveel? €500. Dat de asielzoekers bij aankomst meteen de plaatselijke telefoonwinkel weten te vinden, bewijst deze foto. En de gelukkige eigenaar van de winkel is... Ik ben Jeroen. We hebben hier een telecomwinkel in Budel. Dat is het eigenlijk. Nou ja, dat was het eigenlijk. Je wordt hartstikke rijk, man, van al die asielzoekers. Er zal waarschijnlijk gisteren een busje aangekomen zijn met mensen. En die hebben beltrucken nodig gehad. Ze hebben moeten bellen. Dus mond op mond komen we op kijken en dan gaan ze een kaart kopen. Ja. Want jouw hele winkel stond vol. Ja, op dat moment wel, ja. De grote vraag blijft... Van wie krijgen ze toch al dat geld? Ze krijgen dan geld van jou, van jullie? Van ons, ja. Ik neem aan dat jij belasting betaalt. Dus, van de belastingbetaler? En daarmee kunnen ze dan naar de winkels toe? Ja, ik bedoel, mensen moeten voorzien in hun levensonderhoud. Het zijn hulpbehoevende mensen die opgevangen worden. Maar ja, ik begrijp dat bijvoorbeeld de telefoonwinkel storm loopt. Is dat de eerste levensbehoefte, een telefoon? Dat zou heel veel kunnen. Jij nodigt hierbij ook alle... Nieuwkomers uit in jouw winkel? Bij mij is iedereen welkom, echt. En dat snap ik, ja. Ik kan daar je nummer wel even kijken. Je kan ook niet ophouden met lachen, hè? Nee, ja, het is wat. Je loopt helemaal binnen. Nou, ja, absoluut. Kortom, zij blij, wij blij, iedereen blij.